We zijn hier bij de Urkensluis en de Urkensluis is een hele belangrijke sluis voor de recreatie en de beroepsvaart in Flevoland. Afgelopen jaar hebben we hier een grote renovatie laten plaatsvinden. De vier sluisdeuren van deze sluis die zijn vernieuwd. De provincie beheert de Flevolandse vaarwegen, de hoofdvaarwegen. Die hoofdvaarwegen zijn belangrijk voor de scheepvaart in Flevoland en daarmee ook voor de Flevolandse economie. Je ziet dat er steeds meer vracht per schip vervoerd wordt. Daarvoor moeten de faciliteiten goed zijn, de vaarwegen moeten goed zijn, de bruggen en de sluizen moeten goed zijn. Als provincie zorgen we daarvoor. Daarnaast is waterrecreatie natuurlijk een sector die in belang steeds verder gaat toenemen. En we zien dat steeds meer toeristen Flevoland ook op die manier gaan bereiken en gaan bezoeken. Je ziet dat de Flevolandse bruggen en sluizen zo'n 40, 50 jaar oud zijn, sommige nog wat ouder zelfs. En dat betekent dat er onderhoudswerkzaamheden aan moeten plaats gaan vinden. En dat gaan we de komende jaren uitvoeren. Het gaat om 11 sluizen en 5 bruggen. En we gaan in totaal zo'n 45 miljoen investeren in groot onderhoud. Zodat we ook de komende 50 jaar weer vooruit kunnen. Werkzaamheden zijn in 2021 afgerond. En dat betekent dat er de komende jaren dus hard gewerkt gaat worden. Het is een enorme klus om dat in 5 jaar te doen. We proberen het oponthoud zowel voor de vaarweg als de weggebruiker zo beperkt mogelijk te houden. Je kunt het natuurlijk nooit uitsluiten dat er niet af en toe het oponthoud zal plaatsvinden. Wat ik de mensen mee wil geven is dat het in Flevoland goed toeven is op het water. Dat mensen daar optimaal gebruik van kunnen en moeten maken. En ik wens ze uiteraard een behouden vaart. En ik wil ook meegeven dat wij als provincie Flevoland er alles aan doen om het verblijf hier zo aangenaam mogelijk te maken. En zorgen voor een vlotte afhandeling bij de bruggen en bij de sluizen.